Moet ecstasy gelegaliseerd worden? Als het aan GroenLinks ligt, dan gebeurt dat. Maar wat vinden stadjes en studenten er eigenlijk van? Wij zijn benieuwd. Heb je wel eens ecstasy gebruikt? Ja. Ja. Hoe vond je het? Ja, top. Nee. Nee. Ik zou dat spul nooit gebruiken, mijn kinderen ook niet. Yes. Nee, nog nooit. Dat hadden wij vroeger ook niet. En om je een beetje op te peppen, dat moet je zelf maar doen. Maar niet met drugs. Nee, nooit. Nee. No, never. Never, any harder, never. Nee, heb ik ook nog nooit gebruikt. Ik heb nog nooit gezien zelfs. Ik vind het wel grappig om te horen hoe het dan is geweest, maar niet dat ik het zelf wil proberen. Ze willen het laten legaliseren. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het prima. Ben ik op tegen. Waarom? Ik ben overal op tegen wat met drugs te maken heeft. I think it's a good idea because it stops. It means that people taking it are informed and they're less likely to take tablets that are tainted with poison or anything like that. Ja, moeten ze doen. Want nu is er geen controle over. En als de overheid het in handen krijgt, dan is dat wel. Ik vind het heel goed, want het enige wat fout kan gaan is dat je een tekort aan water hebt of dat je foute pillen hebt. Kijk, als je zo'n pil gebruikt en hij is verkeerd, dan heb je natuurlijk best wel, kan het wel tot de dood lopen bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk wel dat het goed is, want dan is het tenminste gecontroleerd als mensen dat willen gebruiken. Door te legaliseren neem je dat foute pillen aspect ervan weg. Dus dan heb je alleen nog maar dat je zelf persoonlijk te veel water drinkt. En als je daar mensen over informeert en niet te veel in één keer laat kopen, dan zou je dus eigenlijk heel veel doden kunnen voorkomen. I don't know. I don't think it's gonna really change how much people use it if they legalize it. So I don't think it would cause any more problems. Zeg maar, ja, als je het legaliseert, dan is er ook meer controle over bepaalde druk, waardoor er ook zeg maar op 1 van de 10 keer niet een slechte pil of zo zou kunnen zijn. Dus aan de ene kant is dat wel, vind ik dat wel belangrijk. Ja, ik denk als je het wil gebruiken, dat je het toch wel doet. En als je legaliseert, misschien komen er dan wat meer voorlichting over, dat mensen weten hoe ze moeten gebruiken. Minder ongelukken mee. Ja, alleen maar beter als het veilig kan, denk ik. In het begin zal het misschien even leuk en aardig zijn. Maar op een gegeven moment denk ik dat dat wel mee zal vallen. Want nu is het dus verboden. En juist iets wat verboden is, gaan mensen veel sneller uitproberen. Dat is leuk, dat is spannend. En als het gewoon gedoogd wordt, of nou ja, gelegaliseerd wordt, dan zou dat veel beter zijn, denk ik. Maar legaliseren lijkt mij een slecht plan. Waarom dan? Ecstasy, daar word je gek van. Waarom word je daar gek van? Dat denk ik. Ja, echt. Kijk, dood is erg, maar gek is ook heel erg. Toch? Ja. I think people are more motivated to use ecstasy when it's illegal. Because it's exciting, because it's not allowed. Whereas I think it's clear in the Netherlands where cannabis is legal, people smoke less cannabis here than they do in England, where it's illegal. Because people want to do what they're not allowed to. Ik zeg ook van, doe maar gewoon, ga maar gewoon eten en drinken. En dat is het gezondste voor je lijf en je leden. Gewoon eten en drinken, aardappels en brood. Niet te veel koek, niet te veel snoep. En vooral geen ecstasy. Nee, en hard werken en gewoon een beetje gewoon doen.